Ja, we zijn weer op straat en stellen de mensen de vraag, wat kunnen ouders doen in het bestrijden van geweld en criminaliteit hier in Zuidoost? Hun kinderen beter opvoeden. Daar begint het bij? Ja. Ik denk meer, als dat jongeren doen, denk ik gewoon met wie ze omgaan, gewoon invloed van buiten. Dat verschilt per ouder. De ene ouder is streng, de andere is een beetje meer flexibel. Is blijven praten tot je kinderen. That's all, gewoon blijven het gesprek. Praten. Ja, gewoon blijven praten. Je kan je kinderen ook zo goed opvoeden, maar zodra ze de deur uitgaan, lopen ze bijvoorbeeld mee met vrienden en zo. Dus het is wel belangrijk dat je je kinderen erop aanspreekt. Op de eerste plaats is dat de ouders zelf het goede voorbeeld moeten geven. Ik denk dat ouders beter naar hun kinderen moeten luisteren en het ook echt kennen van hun kinderen. Waar gaat het fout, denk je dan? Ik denk toch wel met wie je omgaat. Nou, waar het fout gaat? Bij de jeugd zelf. Let op iedereens kind. Binnen is het jouw kind. Maar buiten... Meer sociale controle. Ja, als je niks te doen hebt, dan ga je jezelf vervelen. En wat ga je dan doen? Een vaste tijd te hebben dat je de dag met je kinderen evalueert. Zeg maar begeleiding van een kind, controle, waar gaan ze naartoe, op tijd naar huis. Je ziet bijvoorbeeld heel vaak kinderen heel laat op straat, jonge kinderen. Je moeder of vader zegt toch ook, ga met goede mensen om... Zeg maar uiteindelijk is het wel je eigen keuze. Eigen verantwoordelijkheid. Ja, eigen verantwoordelijkheid moet je dan nemen. Maar hoe kunnen we toch verschil maken? Want een verschil moet gaan komen. Ik vind dat de ouders te weinig tijd vrijmaken voor hun kinderen. Tijd.